Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel, die helpt. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Goedemorgen, 5H van Wiskunde A. Welkom bij Wiskunde met meneer Snel. Vandaag ga ik uitleggen over maximum en minimum en ook of dat dan wel of niet absoluut is en waarom dat zo heet. Dus we gaan even kijken naar het voorbeeld. Dat heb ik hier op het bord. En jullie hebben vast wel intuïtie over bij welke letter er een maximum zit. Heeft iemand enig idee? Even met vingers. Ja. P. Dus ik ga even hier een lijstje maken. Maximum. Zit bij P. Oké. B. Ja. Er is er nog geen P, hè? Oké. Zijn er nog andere maxima? D. D. Want... Kijk, het is natuurlijk niet echt een maximum, want B is niet hoogst, maar bij D zit er al een soort van maximum hier. Is er nog zo'n soort nep maximum? F. Ja, zo'n uiteinde, dat is ook een maximum. Dus bij F zit ook een maximum. Oké. Naast maxima hebben we ook minima. Ziet iemand een minimum? E. En ik hoor al een E. Ja. Zijn er nog meer minima? C. C. Ja. Ik zie nog steeds mensen braaf hun vinger op zeker, maar het gaat super snel. En A. Ja, dank jullie wel. Oké, en welke maxima en minima zijn absoluut? Zijn echt. Het echte maximum, het echte minimum. Welke zijn dat? B en E. B en E. Dus je hebt allerlei maxima en minima. Zo'n top is een maximum, zo'n dal is een minimum. En aan de randen heb je dat ook. Maar het echt, het grootste maximum, dat is het absolute maximum. En het kleinste minimum, dat is het absolute minimum. En nou, that's it. Dus zijn er nog vragen of opmerkingen hierover? Oké, dan gaan we afsluiten. Nog even voor de afsluiting, hè? Dankjewel voor de aandacht. Tot de volgende keer. Dag. Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel, die huil snel. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Hij kan zien als je het onverschrijft. Meneer Snel, bro, ja, dat is een feit. HBO of universiteit. Meneer Snel, die soort dat jij bereikt. Tienen halen, je zal niet gaan vallen. Deze les is gratis, je gaat niet betalen. Om meneer Snel valt niet te haten. Vertel je moeder of vertel je vader. Ja, dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel, die huil snel. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Thank you.